Er is een dorp in Nederland, misschien dat je het kent. Daar gaat het leven anders dan je bent gewend. Joepie, ja! Joepie! Zo, meneer Van der Velde. Dus iedere keer als u deze slingers ziet, dan weet u, het leven is een feest. Maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Bah! Tomatensoep. Tomatensoep. Goed zo. Wilt u nog even een verhaaltje voorlezen, oma? U kunt dat zo mooi. Tuurlijk wil ik dat. Kom maar. Hier was ik gebleven. Ja. Het sprookje van de koning en de stormvrouw. Nog niet zo heel lang geleden leefde er in de sprookjestuin een stormvrouw. Zij leefde daar samen met haar dochtertje Rinkel en ze hadden het goed. Er was eten en drinken in overvloed en om hen heen bloeiden de mooiste bloemen, bomen en planten. Soms kwam de tandenvee ook wel eens langs, omdat daar natuurlijk geen tandarts was. Maar meestal waren ze met z'n tweetjes. De stormvrouw had een bijzondere gave. Zij kon zichzelf tot rookwolk transformeren. En als ze dan over je heen stormde, verdween je voorgoed in het eeuwige niets. Er waren daarom ook meerdere slechtrikken die de stormvrouw in hun macht wilden krijgen. Gelukkig was de sprookjestuin heel goed verborgen. Toch gebeurde het soms dat angstaanjagende narelingen de sprookjestuin ontdekten, zoals de boze tovenaar Balthazar Grotescius. Wie ben jij en wat kom jij hier doen? Balthazar loog dat hij een goedaardige tovenaar was. Maar kleine Rinkel hield je niet zomaar voor de gek. Ze had een hele sterke intuïtie en kon aanvoelen of iemand te vertrouwen was. Je liegt! Wegwezen! Knisperende kakkerlakken! Zo wist de dappere Rinkel vele slechterikken af te poeieren. Op een dag paste Rinkel zich in de sprookjesvijver. Zodoende was de ingang van de sprookjestuin onbewaakt. En een listig duo drong naar binnen. Het was Volmar en zijn trouwe knecht Otto Onderkruipsel.
Volmar waande zich de koning van Belderplons. Het was zijn grote droom om Belderplons onbewoond te maken, zodat alles van hem zou zijn. Daarom wilde hij de stormvrouw in zijn macht krijgen, want dan kon hij iedereen laten wegstormen. Volmar hypnotiseerde de stormvrouw en hij nam haar met zich mee. Zo zocht Rinkel wanhopig naar haar moeder en ze bleef nog lang ongelukkig. Nou zeg, wat een raar sprookje, ik heb nog nooit zo raar... Merel? Met Jelger de Goochelaar. Jelger, ik heb iets belangrijks ontdekt over Volmar. Over Volmar? Ik kom er meteen aan. Nu begrijp ik wat die Volmar van plan is. Hij heeft Otto het feestgeld laten stelen, waardoor het dorpsfeest niet door kon gaan. Omdat het dorpsfeest niet door kan gaan, kan Volmar zijn eigen feest geven. En op dat feest kan hij iedereen laten bestormen door die stormvrouw. Maar was het geen feest, dan was het een valstrik. Precies. We moeten dat feest tegenhouden. Ik heb een beter idee. Ik ga gewoon op zoek naar die stormvrouw. Waarom? Nou, misschien kan ik haar meenemen. Want als Volmar die stormvrouw niet meer heeft, kan hij ook niemand laten wegstormen. Maar hoe wil je die stormvrouw vinden? Ik ga morgen eens een kijkje nemen op die boerderij. Het ontbijt voor koning Volmar. Het is dat ik sinds gisteren eens gegeten heb. Wilt u nog meer, koning? Nee, bedankt. Wat is het eigenlijk voor troep? Havermout met olijfolie. Olijfolie? Is er iets, koning? Ik moet onmiddellijk naar de wc. Ik zal u begeleiden. Koning, wat ruikt u lekker? Otto, hoepel op! Zo kan ik me toch niet concentreren! Koning!
koning. Die goochelaar loopt op het erf. Wat? Waar? De stormvrouw.